Eind van dit jaar wordt op het Wilhelminaplein in Someren de tweede glazen kooi gehouden. Ook dit jaar voor het goede doel. Op woensdag 11 oktober werd het goede doel bekendgemaakt. Daan, jij zit in het bestuur van de glazen kooi samen met Jannik en met Evelien. Kan je iets meer vertellen over de glazen kooi en wanneer dat precies plaatsvindt? We gaan door op editie nummer 1. Dit jaar gaat het plaatsvinden 18 december. 7 uur 's avonds worden DJ's weer opgesloten. Wederom 43 uur tussen kerst en oud en nieuw. En dan de 30e, om 2 uur 's middags, gaan ze weer het pand verlaten. Evelien, kan jij mij vertellen wat de glazen kooi precies inhoudt? Vorig jaar in 2016 hebben we onze eerste editie gehad. Van die editie hebben we veel geleerd. Dus we eigenlijk dit jaar willen het groter aanpakken. We willen een nieuw doel. Weer muzikale talenten en artiesten. Meer warmte en gezelligheid in de sfeer eromheen. En eigenlijk met het doel om niet alleen een andere stichting of doelgroep te steunen, maar ook eigenlijk meer sfeer en zomeren te creëren en het volk bij elkaar te betrekken. Willen jullie ook nog iemand bedanken van de organisatie of van de vorige keer van het glazen kooi? Nou, het is zo dat er natuurlijk heel veel inzendingen geweest zijn en iedereen heeft de goede intenties. En het is voor ons heel moeilijk om daar iets goeds uit te kiezen. Dus we hebben iets goeds gekozen. Neem niet weg dat de andere instanties en goede doelen teleurstellend zullen zijn. Maar nogmaals willen we daar hun voor bedanken voor hun goede wil en hoedanigheid. En wellicht dat het volgend jaar voor hun een toekomst kan bieden. Welke organisatie is het geworden uiteindelijk, Janne? We hebben uiteindelijk gekozen voor Stichting Jeugdcomité Someren. Dus eigenlijk voor de jeugd van Someren. Een hele mooie inzending. Wellicht kunnen we eventjes het woord overgeven aan de mensen van het jeugdcomité die de inzending in hebben gestuurd en daarvoor verantwoordelijk zijn. Oké, Erik en Vera, jullie zitten in het jeugdcomité van Someren. Hoe zijn jullie eigenlijk bij de glazen kooi gekomen om te gaan inzenden? Nou, wij zijn al enkele jaren een beetje op zoek naar wat vastigheid. We hebben enkele jaren in Someren-Eind gezeten, doordat onze accommodatie in Someren die was afgebroken. Dus we moesten tijdelijk naar Someren-Eind. Nou, na jaren zijn we heel blij met de nieuwe locatie op de Donk, waar we weer naartoe kunnen, waar we weer vast kunnen zitten als Someren-se stichting, ook in een Someren-se plekje. En ja, daar hebben we toch wel wat investeringen voor nodig. Een aantal zaken die we aan moeten passen aan de blokhut, maar ook wat investeringen aan materiaal en materieel. Nou, daar waren wij al mee doende binnen de commissie waar wij aan het zoek zijn naar sponsors en naar financiële middelen. En ja, toen kwam de glazen kooi voorbij. Ja, 1 en 1 is 2, hè. En Vera, kan je mij iets meer vertellen over wat het jeugdcomité in Someren allemaal doet? En voor wie het allemaal is eigenlijk? Ja, dat kan ik. Het jeugdcomité in Someren is vooral bedoeld voor de schoolkinderen die hier in Someren dorp op school zitten. Dat is dus voor alle 5 basisscholen die we hier hebben. En we hebben door het jaar heen een aantal activiteiten. We beginnen altijd in de herfstvakantie met een filmmiddag op de woensdag. Vrijdag is de spooktocht. Dan hebben we de Sinterklaasintocht, Zeskamp en Bouwdorp. Wat willen jullie eigenlijk met de glazen kooi bereiken? Wat is jullie doel hierbij? Wat willen jullie allemaal inzetten om dat allemaal te gaan bereiken? Ja, dat zijn eigenlijk een paar zaken. We hebben als jeugdcomité een aantal activiteiten. Een aantal die zijn uitgebreid bekend in Someren. Een andere aantal activiteiten willen we toch wat meer bekendheid geven. Nou, daar kan de glazen kooi uiteraard een hele mooie bijdrage aan leveren. Maar daarnaast financiële middelen genereren voor hetgeen wat we zojuist vertelden. Maar anderzijds ook een aantal activiteiten daarnaast proberen te organiseren. Die een stukje prijsvraag, een stukje spelelement. Wat wij als jeugdcomité willen koppelen aan de glazen kooi. Om te kijken van god, om het voor het publiek ook interessant te maken. En te kijken om op die manier elkaar te versterken. Ja, als je onze Facebook in de gaten houdt, gewoon de glazen kooi. Dan zullen daar alle eigenlijk nieuwsberichten op komen te staan. En laatste nieuwsjes over onder andere de artiesten, bands en dat soort dingen.